Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shiny Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Cagelock met Sander van Spelletjes SB. Dit vind ik heel jammer. Dat vind ik ook jammer. Geen Shiny app. Ik hoop nu dat Sander wel een Shiny gaat tegenkomen. Een Shiny Audition precies te zijn. Wat was die andere ook alweer? Andere mogelijkheid? Wat bedoel je? Ja, Tropius. Nee, als hoarder. Of alleen Oddish. Nee, alleen Oddish. Hé, maar we hebben wel gewoon een Leaf of Sunstone nodig, hè? Ja, maar die kunnen we kopen gewoon. Hè? We hebben Fly. Dus we kunnen gewoon Fly naar... Waar was het ook alweer? Slateport? Volgens mij was het in Slateport of in een van die andere steden. Is dat niet echt in een van de laatste? Nee, Sandering. We hebben al een keertje een shop gehad. Je hebt die Roserade toch ook door een Shiny Stone te kopen in de shop? Oh ja. Je moet wel... Onthouding! Sandering! Dat is niet mijn beste gen, oké? Geef me een gen 2. Of gen 4. Maar... Hoe durf je gen 2 te zeggen? Niet gen 3. Of gen 5. Of gen 6. Of gen 7 al helemaal niet. En dit hoort bij Gen... Nee, Gen 6 helemaal niet. Gen 7 weet ik nog wel. Gen 6 ken ik helemaal niks van. En dit is Gen 6, Tim. Nou ja, je hebt nu ook al 2 keer Gen 6 gespeeld. Ik weet nooit waar ik in Lumio's naartoe moet. Ja, naar Frankrijk. Maar... Ik snap dat nooit. Ik snap nog steeds niet hoe Lumio's werkt. Na al die jaren. Het is niet zo heel moeilijk, je moet gewoon elke keer naar links en dan het volgende... Ik dacht dat je naar midden moest. Ja, voor de gym moet je naar midden. Ik dacht... Kijk, via midden is de enige manier hoe ik er nog enigszins een beetje uit kan komen, volgens mij. En die taxi, dat is het enige wat mij helpt. Voor de rest, ik weet echt niks meer van games af, joh. Misschien. Ja, ik denk wel dat ik Gen 8 beter ken. Wow. Ondanks dat ik die nooit gereplayed heb natuurlijk, maar. Gave me hey, dat werkte. Schijnende Oddish. Ben ik wel sleeping. Miauw. Oh nee. Miauw. Hé, ze hebben Sweet Sand, dat is wel fijn. Ik wil gewoon eventjes en dan wat. Ja, dat wil ik. Exact dat. Goed zo, Sandring. Ik ga ze even intimidate hoor. Doe dat maar. We gaan mijn evasiveness. Ja, hallo. Zul je zien, raak ik straks weer helemaal niks. Dat is niet evasiveness, dat is accuracy, bedenk ik net. Nee, want evasiveness is hetzelfde, alleen dan ontwijken. Dus dan maakt het niet uit welke Pokémon daar staat. Het maakt niet uit welke Pokémon jij gebruikt, ze ontwijken het alsnog. Nee, mijn evasiveness gaat omlaag. Dus dat betekent dat ik altijd geraakt word. Eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus dat is wel anders dan dat ja, ze... Ja, ik dacht dat hun evasive naar ze omlaag gingen. Oh, ik heb hem gekilled. Nee, grapje. Hoe heb je zo lang over die shiny gedaan en dan kill je hem? Ben ik badly poisoned of zo? Jezus, joh. Hoe snel gaat dat? Oh, ik dacht dat dit een encounter was. Fun fact, ik heb de vorige aflevering mijn hele Latios niet in beeld gehad. Denk ik. Dat denk ik ook niet, dat jij die in beeld hebt gehad. Ik dacht dat die Kecleon die hier stond, dat ook een...
Sterk, hè? Sterk was. Want in Fortree mag ik nog eentje vangen, maar niet in die route. Jammer. Nog ergens een Kekkelin hier? Wie is nou weer zo'n gras guy? Of een toxic guy? Wie is heel toxic? Ray Dark is wel toxic, maar... Oh, ik weet het. Dit is wel een toxic kind of guy. Ik heb sowieso wel iemand zo genoemd, maar dat kan me niet schelen. Caleb is toch een leuk karakter, dus... Ik wou net zeggen, oh ja, als ik nu een shiny Tropius zou krijgen, dan zou ik echt boos worden. Ik heb trouwens met Sander afgesproken dat hij speed-up mag gebruiken totdat hij even ver is als ik. Yay. Ja, nee, daar ben ik heel blij mee. Klonk, klonk, klonk. Ja. Ketchup. Hoe heb ik deze nog niet verslagen? Oh, ik heb trouwens... Ik denk trouwens dat vanaf deze... Hallo? Wacht heel even hoor. Be right back. Assurance. Ik ben van die vocals backing. Okay. Ik wou het zeggen, nee. Maar je deed het niet. Ik zei de SN. Snap je? Die zei ik. Ik weet niet of je het kon horen, want ik attendeerde mezelf erop. Als het ware. Nee, dat je is zei, Sandring, stop being a loser boying. Dat zei hij. Ik verbeterde mezelf, dat wou ik zeggen. Ik wou ook wat zeggen net tegen jou. Oh ja, boy, ja. Yo, ga je allemaal heen, Ing? Maar de Pokécenter, want ik was asleep. Ja, maar Sandring, er zit gewoon in dat huisje waar je net langs reed, gewoon iemand die jou hield. Welk huisje? Nou, laat maar. Nee, nu ben ik wel benieuwd. Dit huisje? Nee. Op de route. Wat? Hier ergens. Nee, verder. Gewoon op de route waar je net was. Nee, wat doe je? Rijden. Daar, dat huisje. Nee. Kom je niet mee. Maar je wou me wat zeggen. Oh, hey, ja, dat er een grote kans is dat de gym leader een Mega Evolution heeft. Oh, maar dan mag. En ik gok een Mega Altaria. Nee! Zo lang gedaan. Ik run ook. Volgens mij is dit ook dezelfde route. Ja, dezelfde route. Uren hiermee bezig geweest, hè. Jaren verspild. Goed, Sander, wat vond je van de Nintendo Direct? Ugh, laten we er niet over beginnen. Hij was zo goed! Hij was wel goed, hè? Ik was eigenlijk Ik was even de kijkertjes aan het pranken. Nee, ik vond hem echt heel goed. Kijk, weet je, natuurlijk. Er waren een aantal dingetjes dat ik dacht, oh, dat weet je, wel leuk. Maar die zou ik zelf niet zo gauw nemen of zo. Niet zo gauw kopen. Maar... om te zien dat dat dan komt, kan ik wel waarderen. Zoals een Zeldatje. Weet je, ja, mij boeit dat niet. Maar ik vind het op zich wel leuk om te zien dat het komt. Een Ace Attorney. Ik ga hem nog niet kopen, maar uiteindelijk misschien ooit. Mm-hmm. Maar ik moet eerst de original spelen. Weet je wel, dat soort dingen. Allemaal. En heb je trouwens tussen de afleveringen door de cashform opgepikt? Wat zeg jij? Heb je trouwens tussen de afleveringen door de cashform opgepikt? Nee. Die ga ik dan niet gebruiken, dus. Als het nog een keer nodig is, dan haal ik hem wel op. Kijk, hier zocht ik voor deze bedden. Nee, ja, dus ik ben echt heel blij. En nou ja, Mario Party is sowieso al een dik pluspuntje.
En even kijken, wat was nog meer een dik pluspuntje? Was nog iets heel groot pluspuntje voor mij. Maar dat weet ik even niet meer. Mario en Luigi? Ja, nou, dat vond ik ook wel heel leuk, ja. Ja, daar heb ik dan niks mee, maar ik vond het wel leuk dat het werd aangekondigd. Mario Party had ik echt niet verwacht, dat vind ik wel echt nice. Ik ook niet. Nou, wat mij dus verbaast is hoeveel dingen dus nog voor de Switch uitkomen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het nog wel even duurt voordat die nieuwe komt. Ah, dat weet ik niet. Het zijn geen grote titels, hè, want die Metroid die is sowieso voor de... Vind je Mario Party geen grote titel? Nee, eigenlijk niet. Ik vind Mario Party niet per se een grote titel. Interessant. Ook omdat het al de derde Mario Party voor de Switch is, hè? Ja, oké, maar ja, dat zegt niet. Dat zou mij juist denken, oh, dat is een grote titel. Nee. Ik vind het meer zo van, dat is gewoon zo'n tussentitel die ze wel eventjes kunnen uitbrengen, zeg maar. Kijk, ze gaan geen nieuwe Mario Kart meer, geen nieuwe 3D Mario meer. Nee, oké, daar heb je een punt. Oh ja, deze is echt vet trouwens. Waarom gebruik ik deze nooit? Je hebt hem ook nog niet zo heel lang in je team, hè, die Durant. Nou, het gaat ook niet lang duren zo. ik ga even switchen. Wat doe ik? Oh nee, dit is geen... Sorry, is het? Nee. Nee, toch? Nee, het is gewoon normal. Nou, mooi. Dizzying, de punching, wordt confusing. Oh mijn god, ik moest zo hard lachen trouwens. Ik moet jou... Misschien heb je dit ooit gezien, maar ik moest even aan je denken. Ik was dus die 2v2 shiny case lock aan het kijken. En ja. Dylan deed iets... Dat ik zo hard moest lachen, ik dacht van dit had Sander kunnen doen. Maar weet toch dat we altijd grapjes maken over jou, dat jij lik op een Apom doet, een ghost aanval op een normal type. Ja, dat is wel iets gebeurd, ja. Ja. Wat er nu gebeurde, hij moest tegen een normal type. Hij gebruikte... trick or treat, wat betekent dat die Pokémon een ghost type wordt en daarna probeerde die normal Pokémon te hitten met een fighting type. Toen was het zo'n loser boy. Ah. Oké. Oh, ik wil wel zien hoe die eruit ziet eigenlijk. Shiny. Oh ja, maar dan moet ik echt... Nee, dan moet ik allemaal reset gaan doen. Dat ga ik niet doen trouwens. Volgende aflevering zorg ik dat ik hem heb en dan laat ik hem jullie zien. Want Milan doet dat niet. Sorry voor de shade. Wow. Maar het is wel zo. Dat klopt. Zeg wat je wil, maar het is gewoon ook een beetje de waarheid. Ik heb hem onthouden volgende aflevering. Nee, ik niet. Ik ga jou helemaal de grond in, boring. Hey, niet boring. Yo, ben jij de drill? Ja. Jij gaat me de grond in, boring. Aflevering. Kut. Ik denk... 14 van seizoen 2 van Avatar? Weet ik veel. Kom op, Sandring, maak hem af, eng. Kom op allemaal, maak af die Shroomish. Verschrikkelijke Shroomish monster. Dragon Breath. Ja, hij stinkt wel een beetje, die Dragon Breath. Moet ik pepermuntje nemen. Wow. Ja, dat helpt toch? Ja, ik vind van niet, want ik vind dat vies, maar... Ja. Wacht, wat vind jij vies? Pepermuntjes. Wat? Ja... Je bent dat... zo raar. Wat? Pepermunt is zo goor. Nee, oké, nu overdrijf ik ook wel. Ik vind pepermunt niet lekker, nee. Vies is ook overdreven, maar... Lekker is het ook niet. Waarom doe jij nou niks? Nee, grapje. Ja, omdat ik weer op jou moet wachten.
Dit is letterlijk de eerste keer in deze hele serie. Oké, dan gaan we eens even terugkijken. Volgens mij stond ik namelijk voor de vijfde gym exact zo. Een hele aflevering. Kut, was trouwens hieronder niet. Was. Wat ga je nou doen? Dit een andere route? Nee. Waar heb jij dan die? Aan de rechterkant. Juist. Hier en rechts. Die komt eerst. Steven Steen. Gelukkig dat hij niet hetzelfde is overkomen als mijn Steve. Dit snappen alleen de kijkers. Oké, nu moet je tegen Keklian. Je weet wel, omdat je nu geen shiny nog hebt gezocht in de gras, dat als deze shiny is, dat dit je encounter is, hè? Nou, oh, set. Sandring is een geheim gespreking. Just as I expected. He untamed the deck van scoping. That's amazing. You can't send ring drug. Okay, yeah, sorry. Okay, okay. Moment of your back? What? Back? I got my back against the wall. Hey, je kunt je ook topjes vinden. Klopt. Doe je nog een Pokémon proberen te vinden daar met Sweet Sand? Ja, dat duurt te lang. Doen we later wel. Oké. Wat, jij zit net zo van tijd. En nu doe je zo van oké. Oké. Aparte keus. Ik ga hem toch niet. Wacht eventjes. Welke Pokémon konden allemaal? Van alles en nog wat. Vooral vliegende. Nou, dan ga je hem toch niet gebruiken. Je had een Meryl en zo. Oh, aan de rechterkant bedoel je? Ja, waar jij jouw Meryl hebt. Oh ja, Meryl. Waar ik zo net was. Even denken hoor. Wacht je. Of heb jij drie encounters al? Nee. Fout. Wat is dit nou weer voor gekke gym? Dat valt wel mee. Ik snap hier niks van. Oh, wacht. Dit is vergelijkbaar met die van vroeger. Even kijken. Nee, je kan daar Meryl vangen, Oddish vangen, Bulbasaur vangen. Bulbasaur vangen. En dan heb je nog zo'n special horde. Met Bagon, Delta Goomy en nog wat andere. Dat kan. Dat is zo. Waarom deed ik dit? Echt, alles is not very effective wat ik heb met Spinda. Dat is niet zo. Je hebt een TM gegeven dus. Ja, dat weet ik. Maar. Ik ga het wel even stallen. Nou, dat is niet. Ah. Prima, Jared. Doei, Jared. Je kan de... Boddinghopping. Dat. Ik wou iets anders zeggen. Een Engels leeuwtje. Oh, wow. Dat hij dat wow, mocht krijgen. Maar dat vond ik niet heel lief. De Thieves Crying zeker. Dat is toch geen Engels leeuwtje? Tearing dan? Ja. Dank je. Dank je wel, Eng. Alsjeblieft, Eng. Kun je met de bike op het laddertje op eigenlijk? Dat gaat wel sneller, denk ik. Kan je met het watje op? Met de bike het laddertje op. Oh, nee. Ik had deze gewoon kunnen dodgen. Zeker, man.
Sorry dat het zo lang duurt. Wat? Moet ik hem nog een keer dodgen? Je kan het. Nee, wat? Maat, wat doe jij? Slim. Ik bedenk me net iets. Dragon Prince, zei jij, hè? Ja. De Dragon Prince. Ja, of Dragon Prince, yo. Weet ik niet. Zuko zit in die serie? Wacht, wat? Nee. Hij doet vuurbenden. Wow, yo, ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Heb je weer wat leuks te kijken door mij? Ja, staat wie die op, best... Zou die op Crunchyroll staan? Nee, dan doe ik toch het liefst dit. Ja. Nee, hij staat niet op Crunchyroll. Oké. Okay. Het staat gewoon anime. Op Netflix. Echt? Ja. Wow. Het is een Netflix... serie. Ah! Maar nu ben ik wel blij... Oh. Jammer dat hij niet voorop staat. Nee. Nou, wat is dit nou? De Drakenprins. Oh jezus. Nee, hij gaat mee in het team. Ik denk wel dat wij sowieso de gymleader en de cage match voor de volgende aflevering gaan bouwen. Ja, zo gaat wel, ja. Ik vind die Crobat echt vet, mag ik even zeggen? Ja, dat mag. Jij mag alles zeggen. Nou, niet alles. Maar wel bijna alles. Dat is lief. Ah, deze bitch is verslagen. Nou. Ja, Sundering. Oh. Ja, ik moet toch healen? Iedereen heeft toch gewoon healing items? Dat is toch zonde van mijn geld? Dit is zonde van mijn tijd. Bro, letterlijk iedereen is asleep. Ik denk dat ik niet eens een awakening heb. Legit. En in deze als game... Engels master heb geen awakening? Weet ik niet. Maar ik ga niet 5 awakenings gebruiken om het hele team te awakening. Hey, ik kan hier nu wel lekker snel doorheen, want ik hoef niet te checken van... Oh nee, moet hier niet... Oh, dit is nieuw. Sorry. Dat kan echt niet, hè? Oh, dat kan wel. Kijk. Wacht even. Ah! Ah! B. B. Ja, dat weet ik ook niet wat ik allemaal deed. Ik wou eigenlijk gewoon speed uitzetten. Goed zo. Naar beneden. Heel goed, Sandring. Heel goed. Wacht. Ja, heel goed. Nee. Ja, heel goed. Goed zo, Sandring. Of wou je niet afleveren afsluit? Jawel. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Ja. Doe een duimpje omhoog. En de volgende aflevering heb je weer een keimooie cage match als het goed is. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.